Hallo, mijn naam is Roel. Ik ga je vandaag wat extra functies en even wat extra accessoires laten zien van het Panix trapondersteuningssysteem. We hebben natuurlijk al op onze video of op ons kanaal de nodige video's staan over gewone, dus de standaard functionaliteiten en instelmogelijkheden. Maar dit gaat dus specifiek over de extra functies. Vind je deze video leuk? Klik op like, abonneer op ons kanaal en laat ons weten, heb jij een Panix systeem? Hoe bevalt het je? Kende je de extra functies al of heb je nog wat nieuwe dingen geleerd? Dat vinden ik en de andere kijkers altijd leuk om te lezen. Nou, een van de minst gebruikte, omdat mensen niet weten dat het bestaat, maar toch wel hele functionele functie, is eentje die gewoon op de accu zit. We kennen allemaal dat de ring aan kan en ook dat hij een kleurtje krijgt afhankelijk van hoe vol de accu zit. Maar wat we niet weten is dat je die accu, dat je die ring ook kan dimmen. Zodat die in het donker niet zo ontzettend fel brandt. Nou, dat doe je door de accu, terwijl die aanstaat, in de eco-stand te plaatsen. Dus dan draaien we hem op eco. En dan houden we de knop bovenop wat langer vast. Dan zie je dat die gaat dimmen. Ik geloof bij elkaar een stand of 5, 6. Totdat die bijna uit. En dan uiteindelijk is die weer volledig aan. En dus op die manier kan je voorkomen dat je in het donker, ja, zo'n hele felle lichtgevende ring op je fiets hebt. Dan zit er een tweede functie in die lichtring. En die gaan we benaderen als we hem in de sportstand zetten en hem wat langer vasthouden. Dan zie je dat de ring wit wordt. En waarom is dat? Omdat, stel je bent op vakantie, dan heb je op deze manier gewoon een tafellamp of een lamp in je tent. Of wat ook maar. Dus voorkom dat je aparte zaklampen mee hoeft te nemen. Dus eigenlijk de lampfunctie. En ook die kan je op dezelfde manier weer dimmen, dat die niet te fel is. Door hem weer op eco te zetten en hem weer wat langer vast te houden, dan gaat ook die tafellampfunctie wat gedimd worden. Zie je dat? Nou, ben je klaar met die tafellampfunctie, dan zet je de accu gewoon uit. En op het moment dat je hem dan weer aanzet, ben je gewoon weer in de normale gebruiksmodus. Dus op deze manier heb je twee extra functies voor de lichtring. Er zit er ook nog een USB aansluiting op, die kennen veel mensen wel. Die kan je gebruiken om bijvoorbeeld een telefoon of devices of een wat je ook maar hebt op te laden. Dat kan terwijl de accu op de fiets zit, dat kan ook gewoon terwijl die zo op tafel staat. Eén vereiste is terwijl, daarvoor moet de accu aanstaan. Dus als de accu uit is, dan staat er geen spanning op het USB-poortje. Nou, dan zie je dat deze accu die heeft een ring. En er zijn inmiddels een drietal verschillende ringen zeg maar, in de markt. Santos die heeft zelf een ring die eigenlijk alleen maar tot doel heeft om de accu stabieler te monteren op de fiets. Dat is niet deze, maar die zit zeg maar standaard op de fietsen op het moment dat je een Santos met Panix zou bestellen. Wij hebben zelf een ring ontworpen die eigenlijk in combinatie met een eigen ligger een slot vormt. Om te voorkomen dat de accu gestolen kan worden. Dus dan klikken we hem erop en dan kunnen we hem afsluiten en dan kan de accu er niet meer af. Overigens, een originele extra functie tegen diefstal is dat je deze beugeltje even iets omhoog kan halen en dat je daar een kabeltje doorheen kan doen en hem op die manier kan beveiligen. Maar dit is eigenlijk denk ik een stabielere oplossing. Mede ook omdat op deze manier de accu ook aan de voorzijde wordt, extra wordt bevestigd. Die derde ring, dat is ook een slot die in de markt te koop is gemaakt door FON, Fietsombouwcentrum Nederland, de partij die Panix in de markt zet. We hebben een aparte video waarin we die twee sloten verder uitgebreid bespreken.
Heb je nou niet zo'n ring en wil je ook niet zo'n ring? En heb je wel last dat je wanneer je echt op klinkers rijdt en, of offroad rijdt, dat je accu wat rammelt, zeg maar. Dan heeft Pendix een speciale band, zeg maar, in het assortiment. Die je eigenlijk dan uiteindelijk om de accu kan klemmen. Dus die wordt meegemonteerd onder de ligger. Een speciale anti-rammel band, zeg maar. Voor die USB-ASO kun je natuurlijk kabeltjes kopen. Maar er is een origineel kabeltje voor. Ook wel handig met wat verloopstekkertjes. Zodat die op meerdere telefoons of GPS-apparaatjes of wat ook maar past. En dan hebben we nog een aantal beschermingsproducten die ook handig zijn om even te weten dat het bestaat. Want ja, ze zijn natuurlijk niet voor niks, die beschermproducten. Die zijn, laten we zeggen, wanneer de accu nog op de fiets zit, is er een hoes. Dat is een neopreen hoes, een accuhoes, die isoleert. En die zorgt ervoor dat de accu, wanneer je ook in de winterdag rijdt, eigenlijk op temperatuur blijft, waardoor de actieradius beter wordt. En dan zul je zeggen, ja, ik rijd in de winter toch niet zoveel, dus vind ik niet zo belangrijk. Maar evengoed, als je in de winter rijdt en je hebt een beperkte actieradius, moet je gewoon je accu vaker opladen. En ook het opladen van de accu, daar veroudert de accu van. Dus hoe minder vaak je hoeft op te laden, hoe beter het is, zeg maar. En daarom is zo'n hoes altijd interessant om te gebruiken in de winter. Maar dan hebben wij zelf, zijn we ook bezig met een hoes. En dat is een hoes die, die zul je binnenkort bij ons kunnen krijgen. Die is wit aan de binnenkant. En die kan je dus binnenste buiten dadelijk ook gebruiken. En in de winterdag, of sorry, in de zomerdag, dan beschermt hij de accu tegen... Ja, de grote warmte, hè? Want het wordt natuurlijk steeds warmer en een accu die heel warm wordt, dat vindt hij eigenlijk ook niet zo leuk. Dus met de witte kant bescherm je de accu dan in de zomer. En de buitenkant is dan gewoon een geprinte kant die je in de winterdag en voor andere omstandigheden ook kan gebruiken. Dan is eigenlijk echt belangrijke hoesjes die er ook zijn. Dat is als de accu eraf is. Even hier opzij wegzetten. Dan is de connector waar de accu opgezet wordt, die is dan open en bloot. En daar kan vuil in komen en vocht in komen. En uiteindelijk kan dat leiden tot storingen. Dus altijd beter om dat af te dekken wanneer je zonder accu rijdt. Maar denk bijvoorbeeld ook wanneer je de fiets achter op de auto hebt staan en omwille van het gewicht de accu van de fiets af hebt gehaald, dan kan je dat beschermen. Daar is een neopreen hoesje voor gemaakt die daar netjes overheen getrokken kan worden. Die is gewoon in de markt te koop en wij hebben zelf daarvoor een mooie dop ontwikkeld. Die je eigenlijk op dezelfde manier als de accu mooi erop kan klikken. Ziet er mooi afgewerkt uit en de stekker is mooi beschermd. Dan zie je hier ook nog liggen een motorhoes. Die is ook voor transport. Je moet je voorstellen dat iedere motor heeft een statisch en een roterend gedeelte. Daar zit een afdichting tussen. En wanneer je die afdichting, die kan gewoon tegen regen, is helemaal geen probleem. Maar wanneer je nou met de fiets achter op de auto gaat en het regent, dan zie je door de snelheid dat regen eigenlijk een beetje hetzelfde effect heeft als een hoge drukspuit. En dat is natuurlijk vervelend. Dus, en ook niet goed voor die motor, hoge drukspuit erop. Dus dan is er een hoes om die afdichting, zeg maar, beter te beschermen. En te voorkomen dat de vocht uiteindelijk in de motor kan komen. Dus niet voor het fietsen, ook niet voor normaal gebruik. Alleen als je de fiets achterop de auto transporteert regelmatig en ook met enige regelmaat in de regen. Nou, en dan tot slot heb ik nog een smeermiddeltje. Die afdichting waar we het net ook al over hadden, dat is een rubber eigenlijk, wat droog kan lopen. En wanneer dat droog loopt, dan kan de motor wat zwaarder gaan draaien. We merken dat maar heel weinig, maar
En het zou eigenlijk bij onderhoud ook moeten gebeuren dat dat rubber zeg maar schoongemaakt wordt en even opnieuw wordt gesmeerd. Toch zien we met enige regelmaat dat dat of niet gebeurt of te weinig of niet vaak genoeg gebeurt. En dat zo'n rubber kan drooglopen. Een drooglopen rubber is stroef, gaat de motor zwaar draaien. Maar een drooglopen rubber slijt ook. Waardoor dus feitelijk de afdichting van je motor slijt. Dat smeermiddeltje, dat kan je er zelf tussen spuiten. Er zit een handleiding bij. Is officieel smeermiddel, dus niet zomaar willekeurig wat voor smeermiddel gebruiken. Als het rubber oplost, dan heb je ook geen... Heb je ook niet bereikt wat je wil bereiken, zeg maar, heb je een probleem. Dus gebruik het officiële smeermiddel om die motor te smeren. En dan één keer per half jaar ongeveer. En dan blijft die altijd soepel lopen. Ja, wellicht op termijn, als deze video wat ouder is, zijn er meer functies bijgekomen. Maar volgens mij zijn op dit moment dit eigenlijk alle gangbare extra dingen die rondom de Pendix... verkrijgbaar zijn of waar je op kan letten of extra functionaliteiten waar je gebruik van kan maken. Vond je deze video leuk? Klik op like, abonneer op ons kanaal en nogmaals, maak je al gebruik van die functionaliteiten? Wat vind je ervan? Ken jij een functionaliteit die ik niet ken? Deel ze met ons, dan gaan we erop reageren of hebben we ook weer wat geleerd.